De deelnemers zijn in één keer goed weg. Starter Beukema vindt dat het goed gaat galopperen. Sibra van onder andere No Cross. Vespers Kimitar had een paar galopperen ook daar. Soren Greenaker. Maar heel goed weg natuurlijk. Uitgeschakeld op nummer 3. Galop nummer 3. De 3. Soren Greenaker is uit de strijd ook achterop geraakt. Sibra Superkeller. Ook matig weg is gegaan. De nummer 14 Oscar Boshoeven. Maar Uruguay River heeft wel de leiding genomen. Uruguay River. Aan de buitenzijde lijkt dat Vilas Boko te zijn. Die daar met een oppas. Nee, dat is Roman Diepdam. Uitgeschakeld nummer 8. Galop nummer 8. Buitenzijde neemt Roman Diepdam. Probeert de leiding over te nemen daar van Uruguay River. Derde plaats is daar voor Tim Trot. Vierde plaats is daar voor Ratja Jet, die ook goed uit de startblok is gekomen. Met op de vijfde plaats aan de buitenzijde Wajard Beukenswijk. Voor de tribunes langs. Met nog twee rondes te gaan neemt Uruguay River weer de leiding over daar van Rowan Diep. Nou, derde plaats is daar voor de nummer 4 Tim Trot. In No Crafts dan zien we daar Ratja Jet, Wajard Beukenswijk. Finifici Joe, heel goed vertrokken al. Johan ligt erbij, top 10. Dan zien we Souteneur, Urbano Crown. Aansluiting voor Vilas Boko. Lengte nog 2-3 erachter nog. De nummer 14 Oscar Boshoeven, Soren Greenaker. En ook nog Vespers Kimitar. Overzijde. Wordt de koploper weer bedreigd aan de overzijde door No Crafts. Uruguay River aan de buiten, de binnenzijde. Buitenzijde daarvan No Crafts. De nummer 7. Die probeert de leiding over te nemen. Ruud Pols laat dat toe. Maria Poort is de nieuwe koploper. Derde plaats is voor Rowan Diep nou. Vierde plaats voor Tim Trot. Buitenzijde Wyatt Beukenswijk. Finifici Joe wordt daar heel mooi gebracht op de vijfde, zesde stelling. Binnenzijde Ratja Jet. Johan met aan de buitenzijde de nummer 18 top 10. Dan zien we Souteneur met aan de buitenzijde Urbano Crown. Aansluiting nog voor Vilas Boko en bijna weer aansluiting voor nummer 14 Oscar Boshoeven. Uno Cross neemt nu een lengte of 2-3 voordeel. Maria Poort probeert er wat in te tomen, maar de daden zijn groot. Van Uno Cross pakt nu een lengte of 5-6 voordeel. Op de tweede plaats ligt Uruguay River. Derde plaats nog steeds voor Rowan Diepnau met Tim Trot. Buitenzijde onverdedigd natuurlijk, Wyatt Beukenswijk. Daarachter Finifici Joe. Dan aan de binnenzijde zit daar ook nog Tim Trot met Ratja Jet. Johan. Met nog een ronde af te leggen. Nog steeds dat stevige tempo en Maria Poort probeert wat ze kan. Maar No Crafts is op toeren. Uruguay River, Wyatt Beukenswijk, Finifici Joe. En aan de binnenzijde nog van Rowan Diepnau. Tim Trot, top 10. Ook een mooie uitgangspositie. Met aan de buitenzijde daar ook van Urbano Crown. Johan ligt er ook mooi bij. Zijn Souteneur en ook nog bij weer Oscar Boshoeven. Laatste maar aan de overzijde. No Crafts. Kan die de afstand aan? Dat wordt wachten hoe het af gaat lopen. Unknown Crafts, nog steeds van de familie Kloppenburg aan de leiding. Uruguay River gaat het gaatje proberen te dichten. De nummer 6 is dat. Dichterbij komt nu Finifici Joe. Finifici Joe. Het gaat nu gebeuren. Wyatt Beukenswijk die valt wat terug. Ook Urbano Crown probeert wat terrein goed te maken. Even als top 10. Maar de laatste 500 meter punt gaan we nu voorbij. Unknown Crafts, Uruguay River. Finifici Joe ligt erbij. Dan zien we ook daar liggen ook bij Rowan Diep nou. Ook uit de achterhoeken komt nu naar voren op toeren Urbano Crown. Die komt nu uit op de vierde plaats. Maar ja, Uno Crafts is nog steeds niet achterhaald. Heeft nog steeds die lengte op 3-4 voordeel op Uruguay River, Finifici Doe en Urbano Crown. Top 10. Maar op de finish af, Uno Crafts. Wordt hier nog wel achterhaald, maar die rapport zit natuurlijk nu wat moeilijker. Maar aan de buitenzijde komt Finifici Joe. Uno Crafts, Finifici Joe. Uno Crafts, met de 100 meter te gaan. Uno Crafts, Uno Crafts, Uno Crafts of Finifici Joe. Finifici Joe waarschijnlijk net op de streep. Finifici Joe! De 17 voor de 7. En dan de 11 of de 6. Net op de streep wordt de dappere Uno Crafts terugverwezen door de steer bij uitstek. Finifici Joe, dat lijkt de winnaars te zijn van deze Gebroeders Rogge Kampioenschap van Nederland.